Hi there, welkom bij deze nieuwste editie van de Marketonk Academy. Hoe kan jij er als winkelier of als eigenaar van een showroom of toonzaal voor zorgen dat je je omzet verhoogt en wel door het presenteren of op de juiste manier presenteren van jouw aanbod? Visual merchandising. Daarover ga ik vandaag in gesprek gaan met Michelle van Wanbeke van MVB Merchandising en Styling. Dag Michelle. Hallo. Welkom in onze studio. Dank u voor mij uit te nodigen. Met plezier gedaan, want ik hoop heel veel bij te leren en ik samen met de kijkers en luisteraars. En laat ons direct van wal steken. Visual merchandising, een hele mond vol, een Engelse term. Kan je dat eens in een paar woordjes menselijke uitleg toelichten, wat dat precies is? Ja, ik ga dat proberen. Als visual merchandiser ben je eigenlijk verantwoordelijk voor de uitstraling van een winkel. Ja. Natuurlijk, de meesten denken aan visual merchandising direct aan alleen productpresentaties, het aantrekkelijk presenteren van het assortiment. Dat dacht ik, ja. Dat inspiratie geeft aan de klanten. Maar het is ook veel meer dan dat. Daaronder behoort ook de winkellayout. Hoe loopt de klant? Op welke producten loopt de klant? Verlichting, de verlichting moet juist zitten. Ook de communicatie in de winkel totaal, maar ook van de producten op zichzelf natuurlijk. De etalage. Dus eigenlijk het volledige plaatje behoort tot de taken van de visual merchandise. Oké, want als ik me niet vergis, is een synoniem, of toch een veelgebruikt synoniem, voor visual merchandiser, etalagiste. Ja, maar dat is niet correct. Nee, blijkbaar dan. Nee, een etalagiste, ja, vroeger bestond dat niet, visual merchandise. Dan waren dat eigenlijk alleen etalagistes en die deden de etalage eigenlijk. Ja. Maar een visual merchandiser, die doet eigenlijk de volledige winkel. Okay. En dus dat is toch wel een beetje een verschil. Ja. En dat is door de jaren heen zo gegroeid en dat daar meer nood aan gekomen? Ja, er is daar eigenlijk meer nood aan gekomen, want je kunt je producten er zomaar zetten. Allee, ze moeten ook op de juiste manier gepresenteerd worden, op een inspirerende manier gepresenteerd worden. Ook de looprichting. En je moet ook altijd letten, dat is natuurlijk bij een etalagiste, bij een etalage ook, de huisstijl moet bewaard worden, dus de brandingen, het winkelconcept eigenlijk, dat zijn allemaal zaken waar dat je toch ook moet opletten. Ja. Dus, maar meestal een visual merchandiser zal wel een etalage doen, maar niet omgekeerd. Oké, okay. Dus etalagist is ook echt wel een op zich staand beroep, ja, mensen die dat uitsluitend zich met die etalage bezig. Er bestaan er niet veel meer. Nee, is dat zo? Nee, dat is zo'n beetje een uitstervend beroep eigenlijk. Ja. En visual merchandisers, groeit dat aantal? Ja, dat groeit. Er is meer en meer nood aan visual merchandisers. De grote retailers, die werken allemaal met visual merchandisers. Ik heb vroeger bij IKEA gewerkt. Ik was verantwoordelijk voor de ploeg eigenlijk, communicatie en inrichting. Ah, ja. Dus verantwoordelijk voor de winkel eigenlijk. En ik had een ploeg van een vijftiental visual merchandisers die constant eigenlijk bezig waren met de winkel aan te passen, presentaties, thema's uitwerken. Ja. Klantenonderzoek kwam er ook een beetje bij, want je moet je klant kennen natuurlijk. Ja, daar begint het mee, denk ik. Hè? Ja, daar begint het mee. Dus dat was altijd in nauwe samenwerking met verkoop en logistiek. Ja. De etalage, is dat het eerste dat je aanpakt of is dat het laatste dat je aanpakt? Als je dan aan visual merchandising denkt. Dat is het laatste eigenlijk. Het eerste is eigenlijk uw layout. Dat moet in orde zijn. En de layout wil zeggen, hoe ga je... Hoe loop je als klant eigenlijk? Hoe loop je als klant de gangpaden eigenlijk. Hoe loop je als klant in een winkel eigenlijk? En dan heb je in een winkel ook stoppers. Doordat je de klant leidt naar bepaalde plaatsen gaan de klanten rechtop lopen. Dat zijn dus de gouden plaatsen in een winkel. En daar ga je meestal een presentatie doen. En dat kan allerlei zijn. Dat kan een presentatie zijn rond een bepaald thema. Maar dat kan ook zijn van een bepaalde actie dat je in de kijker wilt zetten. Maar dan, voordat je aan die presentatie kunt beginnen, eerst moet je de plaats uitzoeken natuurlijk. En dat doet een visual merchandiser op zichzelf of is dat in samenspraak dan met... Dat is altijd in samenspraak. Ah, ja. Altijd in samenspraak met de store manager of de salesverantwoordelijke. Dus die plaatsen moeten eigenlijk een beetje vast liggen, omdat dat eigenlijk goede plaatsen zijn. En dat waar ook meer ruimte wordt voorzien voor de producten, omdat je daar eigenlijk een verhaal gaat vertellen. Een story eigenlijk. Ja. En dan ga je je verhaal vastleggen.
En dan ga je daar de producten, ook altijd in samenwerking met sales, met verkoop. Okay. Als visual merchandiser ga je nooit niet zelf de producten kiezen. Je kunt wel een aanzet geven, meestal is dat in discussie eigenlijk. Want meestal gaan de verkopers, ja, die gaan altijd hun beste producten zeggen van ja, je moet die producten en die producten gebruiken. Maar soms is dat niet voldoende voor je verhaal dan te completeren eigenlijk. En soms heb je andere producten nodig die misschien de juiste trend zetten of de kers op de taart. Dat zijn daarvoor niet de beste verkopers. Maar dat hoofdproduct heeft dat wel nodig. Je kan er de beste verhalen aan hangen. Ja, ja, ja. Okay. Hoe belangrijk zijn die verhalen dan? Want ik hoor je al een paar keer. Ja, die zijn toch wel belangrijk. Het moet ook duidelijk zijn aan de klant wat dat je wil vertellen eigenlijk. Bijvoorbeeld, je kunt een kookverhaal, spaghetti maken bijvoorbeeld. Dan ga je bijvoorbeeld allemaal producten gebruiken die je nodig hebt voor spaghetti te maken. Ja. Dus en dan wordt het voor de klant duidelijk van, ah, hier wordt spaghetti gemaakt. En dan ga je rapper meer dan één product verkopen. Want dan gaan ze zeggen, ah ja, zo'n vergiet heb ik nodig. Ah, en misschien een pot voor pasta. Ah, ja, ja, ja. En dan kun je er een kookboek bij leggen van, ah, dat is misschien interessant voor dat er ook bij te kopen. Ja. Dus je gaat producten eigenlijk gaan gebruiken in dat verhaal die eigenlijk elkaar ondersteunen. Ja, nevenproducten. Maar met de bedoeling natuurlijk van meer te verkopen. Dat is altijd het doel eigenlijk. Ja, ja, ja. Moet commercieel zijn natuurlijk, anders heeft het geen zin. Ja. En daarom is dat verhaal altijd eigenlijk belangrijk, omdat je dan eigenlijk die producten rond dat verhaal gaat, die ondersteunen elkaar. Ja. En dan wordt, want als je producten gaat gebruiken die los van elkaar staan, dan ga je misschien maar één product verkopen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Probeer zoveel mogelijk. Probeer zoveel mogelijk te verkopen. Te ja, absoluut. Absoluut. Je sprak over stoppers. Hè. Winkels moeten uit stoppers bestaan. Ja, wij zeggen daar hotspots tegen. Of hotspots. Ja, hotspots, ja. Is dan die etalage de belangrijkste hotspot? Of, want dat is toch het eerste dat mensen te zien krijgen? Wel, de etalage is eigenlijk buiten. En dat is eigenlijk in eerste instantie dat je gebruikt als blikvanger voor de klanten naar binnen te lokken. Ja, dat moet dus een stopper echt zijn. Dat moet een stopper zijn. Dan zeg je van, oh, dat ziet er tof uit, ga ik er die winkel binnen. Natuurlijk, de uitstraling van de etalage en dan de winkel moet dezelfde huis stijlen. Dus het winkelconcept moet wel bewaard blijven. Als je een etalage hebt die wauw is en hij komt een winkel binnen, omdat het ene grote nest is, dan ga je direct weer buiten. Voilà. Ja. Dus heel belangrijk van dan eigenlijk de mensen binnen te trekken, maar dat ook aan die verwachtingen dan van die etalage voldoet. En dan in de winkels, ik kan het ook etalagetjes noemen, ga je ook wel blikvangers hebben, dus op die hotspots, waar dat de klanten eigenlijk niet voorbij kunnen lopen. Ze gaan daar echt rechtop lopen. Ah, ja. En, dus dat kun je niet missen. Ja. En dan ga je daar inspiratie geven. Dat kan op een podium zijn, dat kan een displaytafel zijn. Maar dat kan evengoed, gaat ze ook leiden, natuurlijk, naar de zijkanten van de winkel, naar bepaalde rekken. En die gaan dan ook vrij moeten staan, zodanig dat de klant er gemakkelijk ook naartoe gaat lopen. En daar ga je dan ook een presentatie doen van de producten. Dus het zijn geen rechte wandelpaden, maar je probeert eigenlijk iemand kriskras aan door... Ja, het is een beetje afhankelijk welke soort van layout dat je neemt en welke soort winkel dat je hebt. Bijvoorbeeld in een supermarkt, dan zullen dat de gangpaden zijn die recht zijn. Gewoon omdat de klanten heel vlug kunnen winkelen, alleen kunnen shoppen. Maar dan heb je... daar is het echt gericht op convenience, gebruiksgemaakt. Voilà. Maar dan bijvoorbeeld een interieurwinkel. Ga je eigenlijk een pad volgen eigenlijk, zodanig dat de klant het volledige assortiment, dat is de bedoeling natuurlijk, zoveel mogelijk van het assortiment kan zien, ga je hem eigenlijk zo leiden. En je gaat natuurlijk ook kniks maken in je gangpad, want een gangpad dat gewoon te lang rechtdoor gaat, dan gaan de mensen terug rap stappen. Dus de bedoeling dat is saai of zo, dat de mensen eigenlijk af en toe vertragen, stoppen, kijken en dan weer verder gaan en dan ga je weer een knik doen. Dus je leidt ze eigenlijk altijd naar de producten dat je eigenlijk zeker wilt verkopen. Net zoals geen verkeerde verkeersdrempel, ga je hetzelfde creëren, maar dan in een winkel. Ja. Om te proberen natuurlijk zoveel mogelijk van je assortiment onder de aandacht te brengen. Ja, in een ideale wereld verkoopt natuurlijk elk product zichzelf of verkoopt het heel vlotjes. Maar ja, ik denk dat de realiteit toch wel even anders is. In die zin dat je ook wel de slow movers hebt. Ja, de producten die je met de beste wil van de wereld toch niet verkocht krijgt.
Kan daar een rol weggelegd zijn voor de visual merchandiser om daar toch een verschil te betekenen in omzetverhoging? Ja, absoluut. Eerst moet je natuurlijk gaan bekijken waarom zijn het slow movers? Waarom verkopen ze niet? Liggen ze op de juiste plaats in de winkel? Dus zijn het die ankerpunten of niet? Ja, of dikwijls is het zo dat ze misschien onderaan in een rek gaan liggen ten opzichte van producten. Dikwijls is het zo in de winkel, er komen producten binnen. Sommige producten zijn nog niet uitverkocht, dus dat moet rap een plaats hebben. Ah ja, hier hebben we nog een beetje plaats, we gaan dat daar steken. Maar natuurlijk, dan verkoopt dat niet. Onderaan een rek. Dus als dat eigenlijk op ooghoogte is of te worden op een display gebruikt, gaat dat direct veel beter verkopen. Dus dan moet je eerst bekijken van waar ligt het product? Is het geprijsd? Is het in goede staat? Dat is eigenlijk de basis. En als het dan nog niet goed verkoopt, dan kun je het gebruiken. Want soms hebben de producten die nooit niet gaan goed verkopen, omdat dat niet voor iedereen geschikt is, niet voor de many people. Ten opzichte van sommige producten gaan sowieso altijd verkopen. Dat zijn echt de bestsellers. Maar als je daar dan een slow mover gaat bijzetten, moet elkaar natuurlijk ondersteunen. Dan kan het zijn dat die een slow mover in één keer wel begint te verkopen. Maar dat gaat nooit geen grote verkoper zijn, maar heb die wel nodig. Omdat dat soms misschien kan een thema aanvullen of kan een bepaalde trend zijn. Maar ja, niet iedereen is voor een bepaalde trend. Maar kan juist dat hoofdproduct wel juist die extra dimensie geven. Dat snap ik. Maar je doelgroep moet toch ook van onwezenlijk groot belang zijn om de juiste producten in huis te hebben, om ze ook verkocht te krijgen. Ja, maar dat is dan ook, dat is eigenlijk dan het eerste verhaal van wie is mijn doelgroep. Als winkelier moet je weten van aan wie wil ik verkopen. En wat ik dikwijls ondervind is dat retailers of meer winkeliers, ze willen aan iedereen kunnen verkopen. Ze willen producten hebben voor iedereen. Maar ik ben daar eigenlijk niet voor, want het is natuurlijk heel moeilijk voor de mensen zelf van wat moet ik kopen aan, dat is voor die klant en dat is voor die klant, maar je kunt niet iedereen bedienen. Het is eigenlijk beter dat je specialiseert in bepaalde producten en dat je daar dan een beetje een grotere assortiment in hebt, maar je kunt niet iedereen plezieren. Nee, dat is, dus dat, maar dat is het, juist het moeilijke en ik hoor het eigenlijk, want ik werk voor verschillende soorten winkels, alleen met verschillende soorten producten en assortiment en dat is overal hetzelfde probleem. Ja, werkt dat sector overschrijdend? Ja, echt wel. Oké. Ik werk voor brillenwinkels, voor tegelwinkels, voor meubelwinkels, voor tuinwinkels, dus verschillend van assortiment en overal is dat hetzelfde probleem. Dat ze eigenlijk iedereen willen pleasen of niet kunnen kiezen. En niet kunnen kiezen eigenlijk. Ja. Ook als ze dingen willen presenteren, dus in de kijker willen zetten. Ja, meestal hebben ze allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid. Iedereen wil in zijn shop, want meestal als dat grotere winkels zijn, is dat shop in de shop of heb je een groot assortiment en iedereen heeft zijn verantwoordelijke. Iedereen wil natuurlijk op een goede plaats staan. Ja, iedereen vindt zijn eigen hoekje belangrijk. En dan is dat van een beetje een discussie. Dat moet erbij en dat moet erbij. Je kunt niet alles presenteren, alle producten presenteren. Het beste is, en hetzelfde is in een etalage. Je kunt niet gans je assortiment in een etalage zetten. Nee. Dus je gaat moeten keuzes maken. En wie hakt die knoop dan door? Is dat dan de visual merchandiser? Ik geef er toch een beetje, ik probeer toch de mensen te overtuigen. Het hangt een beetje af hoe sterk dat je bent van persoonlijkheid eigenlijk. Ja. Maar daar kunnen toch wel soms heftige discussies rondgaan. Ja. En zeker als dat met grote winkels zijn, dan heb je ook nog een keer het logistieke gebeuren. Qua stok en zo, dat er moet bijstaan. Dus, heel veel om rekening te houden. Maar het is ook dan kwestie van een beetje. De eerste keer kan dat misschien een beetje moeilijk zijn, maar één keer als er een vertrouwensband is tussen alle partijen, dan gaat dat eigenlijk wel vlot. Ja. Want ik heb ook liefst dat ik een beetje tegenwind krijg eigenlijk. Ja, dat houdt u zelf ook alert waarschijnlijk. Ja, en dan komt eigenlijk tot de beste oplossingen, vind ik. Als er zo'n beetje discussies zijn, dan ga je er gewoon over kunt praten. Dat vind ik eigenlijk het tofste. Ja. En dan heb je de beste resultaten ook, vind ik. Ongetwijfeld. Want dat commerciële is wel ook heel belangrijk natuurlijk. Hè. Het commerciële in welke zin bedoel je dat? Wel, het commerciële, dat je de juiste producten kiest. Moest ik alleen mogen kiezen, zou ik misschien zeggen van dat vind ik mooi en dat vind ik mooi en dat past in die stijl.
Maar het moet verkopen. Ja, absoluut. Dus, ja, dat is, en de mensen van de verkopen, die weten dat wel perfect. Dat verkoopt zo goed, dat wil ik er absoluut bij. Ja, en dan kan ik al een keer zeggen van, ja, maar ik zou er dat en dat product, ja, maar dat verkoopt niet goed. Nee, maar het past wel goed in het volledige thema, in het volledige plaatje. Ja. Ja. Dus en dan krijg ik het wel verkocht. Ja. Staan winkeliers en mensen met een toonzaal showroom heel veel open voor iemand zoals jij als visual merchandiser? Of is het hier eerder een do-it-yourself attitude? Het is een mix eigenlijk. Er zijn retailers die daar volledig achter staan. Mm-hmm. En dan zijn er anderen die gewoon denken, oeh, dat gaat me gewoon te veel kosten. Ondanks dat ik dan zie in de winkel dat ze het echt wel nodig hebben. Dat ze het dan meestal de verkopers zelf laten doen of het gewoon niet doen. Omdat ze er eigenlijk niet bewust van zijn wat de dingen dat ze verkeerd doen. Ja. En dan denken van, ah, zoveel potentieel in die winkel. Dat is zo jammer dat ze er niks mee doen. Ja. Begint meer en meer wel. Maar zeker voor de kleinere winkeliers, die zullen meestal alles wel proberen zelf te doen. En de grote winkelketens, daar hebben ze allemaal visual merchandise. Ja, dus daar is het heel ingeburgerd. Daar is het heel erg. Kleinere winkeliers, ja, dat is die een beetje de kat uit de boom kijken, ik ga er zelf aan beginnen. Wat maakt dan die kentering mogelijk? Dat ze dan toch zeggen van, ja, we gaan toch eens proberen met een visual merchandiser. Is er dan een teken aan de wand gekomen, waardoor ze zoiets hebben van, we kunnen dat toch niet alleen? Ja, dikwijls hebben ze het gevoel van, we moeten iets doen met onze winkel. Maar ze weten dikwijls niet wat ze juist moeten doen of wat dat er fout is. Dus meestal, maar ze voelen wel dat er iets is. Maar ze voelen dat er iets niet goed is en ze willen meer omzet, maar ze weten niet hoe dat ze dat eigenlijk kunnen bewerkstelligen. Maar dat is wel hetgeen dat ze voelen. Die omzet blijft terug. Voilà. En dat kan een manier zijn op een moment. En dan beginnen ze zo'n beetje te zoeken. Is het ons assortiment? Is de presentatie? Is de etalage? En dan komen ze meestal dan bij mij terecht. En dan stel ik meestal voor van een winkelanalyse te doen. Okay. Dus van mij hun te samen een keer door de winkel te lopen. En dan wijs ik op al de potentiëlen dat er zijn in de winkel en dan van het een komt aan het ander. En met potentieel bedoel je dan, wat zijn die ankerpunten of die hotspots? Ja, hoe dat ze hun layout kunnen verbeteren, hoe dat ze hun presentaties kunnen verbeteren. En dikwijls zijn dat echt simpele dingen en dan zeggen ze, allee, dat is meestal zo'n aha-moment zo van, ja, inderdaad, want soms zijn ze echt beschaamd, hè. En dan zeggen ze van, ja, je hebt volkomen gelijk. Maar meestal zijn je winkelblind. Ja, als je in een winkel je ziet dat zelf niet meer. Je loopt dagelijks in die winkel en die zijn met 101 zaken bezig. En die mensen hebben er ook wel geen tijd voor. Nee. Voor je met die zaken bezig zijn. En misschien ook de interesse niet, de handigheid niet. Ja, maar ik denk ook meestal, als ik het zo zie, meestal ook de tijd niet gewoon. Die zijn met zo, je hebt nu die sociale media dat erbij gekomen is. Je hebt een beetje een boekhoudkundige dingen, paparasserij. Ja. Allee, administratie, die moeten, personeelszaken. Ondernemerschap, hè. Ja, dus er zijn heel veel zaken. Thuis, en ik denk altijd, iedereen is gespecialiseerd in zijn vak. Hè. Dat is waar. Ik heb onlangs wel een retailer ontmoet van een interieurzaak en die deed alles zelf. Die een teken was van een interieurwinkel, tekende de layout uit. Die zijn sociale media zelf. Ik zeg, amai, hij kocht de collecties in. Maar toch ook, ik liep met hem dan door de winkel en ik zeg, uw hotspots zijn toch niet volledig benut. Ik zeg, hier loop ik op een witte muur, daar op een brandblusser. Allee, en dan zei hij, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ja. Maar om de duur, je kunt ook niet alles, hè. Nee. En kan je dat echt aangeleerd krijgen? Kan je ook een training volgen om daar zelf meer over te krijgen? Ik geef daar inderdaad ook trainingen voor. En meestal zijn dat super toffe trainingen. Ik geef altijd een beetje een stukje theorie. En dan erin gaan we in de winkel. En dan is het doen eigenlijk. En dan is hetgeen dat we geleerd hebben, dat we gaan toepassen. En meestal zijn ze altijd super enthousiast. Meestal zijn dat mensen, verkopers, die in de winkel werken. Dat zijn mensen die doen. Hè. Die zitten dus niet op hun bureau. Als je die een hele dag een training met theorieën geeft, dat werkt niet. Nee. Maar als je dan een beetje handvaten geeft en ze gaan dat dan in de praktijk gaan toepassen. En meestal, ik verdeel ze dan in groepjes. En dan kunnen ze in groepjes werken. Het is dan ook een beetje een soort van teambuilding. En dan worden de resultaten bekeken door de volledige groep. En gaan we zeggen van, kijk, waarom hebben ze dat zo gedaan en zo gedaan? En misschien hadden ze dat gedaan, was dat misschien niet beter geweest? Dus dat gaat zeker. Er zijn daar een beetje technieken voor, ik zal het zo zeggen. Ja.
Maar als je het niet weet natuurlijk, hoe dat je het moet doen. Ja, dan kan je en meestal het doen ze. Ja, iedereen doet zijn best natuurlijk, hè, voor dat te doen. Maar als je soms een beetje de juiste technieken krijgt, dan weet je dan direct van, oké, ja, moet het zo en zo doen. Ja, en dat helpt toch wel. Dat is gewoon een maken. Beetje bewust voor mij. Natuurlijk, ja. Het loopt soms dan nog mis. Hè. Dan de ene heeft er meer talent voor als een ander. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en persoonlijk interesse natuurlijk. Ja. En natuurlijk, je moet er tijd voor nemen ook. Als je iets hoe lang duurt dat eigenlijk? Een winkel op, ja, moet ik het noemen, op orde zetten? Of, het hangt af hoe, ja, hoe werkt dat? Vierkant, is, of van ja, van de vierkante meters natuurlijk. Wat er juist verwacht wordt. Als het maar juist enkele podiums is of displays dat je moet doen, dat allee, op een dag heb je dat gedaan. Maar natuurlijk, als het een volledige winkel onder andere pakken is en het zit volledig fout, dan kun je... Het is daarom dat ik een winkelanalyse altijd interessant vind. Dan kun je zeggen van, kijk, op korte termijn, de low-hanging fruit, dat kun je direct doen. Dat zijn zaken die je direct kunt aanpakken, per manier van spreken, morgen al. De quick wins. Ja, de quick wins. Maar sommige zaken, dan pak ik ook van, ja, dat kun je op iets langere termijn, dat ga je moeten meer plannen. Als er al iets aan de structuur moet veranderen. En dan soms, ja, als het echt hopeloos is, dan is het een volledige verbouwing natuurlijk. Okay. Allee, ja. En dan ben je natuurlijk vertrokken voor... En dan zijn je wel vertrokken. Ja. En dan natuurlijk zit er ook een kostenplaatje dan aan vast. Hè, als je... Maar meestal probeer ik altijd de mensen zo vlug mogelijk te helpen. Want ja, niet iedereen heeft de financiële mogelijkheden van direct een grote verbouwing te doen. Ja. En er kan wel al veel. En je kunt het ook in stappen doen. Ook een verbouwing kunnen in stappen doen. Stapswijs aanpakken inderdaad. Ja. Dat brengt mij tot de investering. Wat is, of waarom moet ik rekening houden als je denkt aan investeren in een visual merchandiser? Het hangt een beetje af. Je kunt iemand aanwerven. Het hangt een beetje af van de grootte van je winkel natuurlijk. Hè. Dat je zegt van, ik heb één visual merchandiser nodig en die doe voortdurend met de winkel. Zie dat er constant vernieuwing is in de winkel. Doet al de displays, doet de etalage. Doet de looprichting, de wandelpaden en zo. Dan is het een fulltimer dat je in dienst neemt. Je kunt een parttimer in dienst nemen of je kunt ook werken met een freelancer. En dan, daar heb je verschillende soorten prijzen in. Ik bijvoorbeeld werk met abonnementen. En dan kunnen mensen kiezen tussen van, je kunt 5 keer of 10 keer alleen een abonnement van 5 of 10 of 20, bij sommigen is het 20 of 25. Het hangt een beetje af hoe dikwijls dat je wilt vernieuwen in je winkel. Is daar eigenlijk een richtlijn voor? Richtlijnen niet. Ja, je moet regelmatig veranderen in de winkel. Maar bijvoorbeeld een winkel uit de modesector zal meer vernieuwing brengen als een retailer die elektro of tv's verkoopt. Interieurwinkel is ook weer al iets anders. Minimum vind ik toch wel 4 keren per jaar. Maar dat is dan met het wisselen van de seizoenen? Van de seizoenen, maar dan heb je natuurlijk ook de acties. Je hebt bepaalde thema's. Lekker kerst, dat is dan nog een heel apart thema. Een Valentijn, communie, terug naar school. Dat zijn allemaal verschillende thema's die afhankelijk van welke soort winkel dat je hebt natuurlijk. Hè. Ja. Je kunt niet alle thema's in alle winkels aan bod laten komen. Nee. Maar dat moet elk voor zijn winkel dan eigenlijk, of zijn assortiment kiezen waar dat hem voor gaat. Ja. Dus de prijs is afhankelijk van de investering, zal ik liever zeggen. Van de frequentie dat je je winkel wil gaan aanpassen en het soort abonnement waarin je dan wil terechtkomen. Ja, want meestal sommige winkels, als ik zeg van, ik zeg begin al met 2 keren misschien dat iemand laat komen. Ja. Dat je zegt van, lente en zomer pakt het samen en dan de herfst en winter pakt het samen. Maar 4 keren is ideaal. Maar ja, in kledingwinkels moet maandelijks zijn. Sommige winkels, of zelfs sommige interieurwinkels, gaat ook wel. Want tegenwoordig heb je ook veel kleinere collecties die moeten gepresenteerd worden. Ja. Het is niet meer zo van... Alle seizoenen dat er iets komt, meestal is het gedurende het jaar dat er wel eens collectiekes binnenkomen die moeten gepresenteerd worden. Ja, eigenlijk een constante stroom. Ja, eigenlijk wel. Ja, waarschijnlijk om het verrassingseffect voor de klant te veroveren. Ja, zeker. Je moet ook een beetje, dat is ook een belangrijke eigenlijk, wat ik het wil over hebben. Het is een beetje ook afhankelijk hoe dikwijls komt je klant naar de winkel. Is dat alle jaren 1 keer? Of zijn klanten die misschien maandelijks binnenkomen? Ja, dan moet je wel zien dat je maandelijks dat je winkel er anders uitziet. Of dat ga ik er vooruit, je producten, je assortiment vooruit. Dat de klanten toch altijd iets nieuws zien in die winkel. En dat is eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel in die zin.
als er altijd iets nieuws zit in de winkel, dan lokt hij hem ook meerdere keren naar je winkel. Want hij zegt, ah, ik ga naar die winkel. Want ja, die worden dan geïnspireerd van, oh, ze hebben dat en dat gezien. Sommige mensen doen graag aan fun shopping. Hè. Ze wandelen in de winkel, ze hebben niks nodig. Ze lopen daar en dan komen ze van alles tegen en zeggen, oh, dat is wel leuk. En als je ze in hun winkel kunt binnenlokken met altijd nieuwe zaken, ja, dan ga je ook weer al meer verkopen, ja, ja, natuurlijk. Dus blijf je moet, weer verder inspireren. Voilà. En dan kun je natuurlijk ook weer met die sociale media werken, van zeggen van, hey, er is weer een nieuwe collectie binnengekomen. Je kunt dan een klantenmailing doen van, kijk, jullie krijgen als klant de eerste kans van hey, die nieuwe collectie. Of het is van een bepaalde ontwerper of zoiets. Dan gaan ze dan eigenlijk naar je winkel op. Ja. En alles is altijd de bedoeling om eerst te verkopen. Allee, ja. Anders heb je ook zicht, Michel, op de impact van jouw werk? Of van het werk van een visual merchandiser te koer? Ja, dus, absoluut. Ja, okay. Ja, ja, zeker. Moet wel op de juiste plaats zijn. Plaatsen eigenlijk in de winkel, die hotspots eigenlijk. Als je daar goed mee werkt en als je producten... Dus het belangrijkste is eigenlijk dat je eerst meet van hoeveel verkoopt dat product. Hey, zoveel... pakten, ze verkopen er 100 per week, zeg nu zomaar iets. En je gaat dat dan eigenlijk in de kijker gaan zetten. Dan kan dat soms verdubbelen of verdriedubbelen. Oké, dus je vertrekt vanaf nulmeting in feite? Ja. Een eikingsmoment en dan ga je evolueren. En dan ga je weer vergelijken de producten die ik daar gezet heb, verkopen die allemaal. Soms moet je een beetje fine-tunen. En je kunt dat natuurlijk niet na een dag, hè. Maar na enkele weken zou je moeten zien toch wel van wat brengt het mee. Ja. En soms moet je dan een beetje fine-tunen. Want soms is ook wel, en daar moeten de mensen ook rekening mee houden, als je dan in één keer iets in de kijker gaat zetten, ga dan een meerverkoop creëren, maar dan moet je ook zien dat je voldoende stok hebt. Ah ja. Want ja. Dat loopt dikwijls ook wel eens verkeerd dan. Dus dat ze rekenen... Zo goed gaat ineens. Ja, maar ze rekenen dan van, ah, dat verkoopt normaal gezien... zoveel, we gaan ietsje meer, maar soms gaat dat echt veel meer. En als je de stokbreuken, dan moet je andere producten kiezen. Het is niet gemakkelijk dan eigenlijk voor een vervangproduct. Meestal zeg ik altijd, kies op voorhand vervangproducten voor alles. Als er een stokbreuk is, dat je direct kunt vervangen, want anders staat dat op de beste plaats van de winkel leeg. En ja, dat is niet de bedoeling. Dat leegverkoop niet. Nee. Dus. Ja, en dus voor de klant is het ook allerminst leuk natuurlijk. Voilà, ja. Ja. Dus best vervangproduct en zien ook, het is dat zo'n beetje met de natte vinger. Het is niet altijd even gemakkelijk voor het... En het moet natuurlijk ook afhankelijk van waar dat de stok moet komen, moet daar dan ook... Als alle winkels dezelfde producten, zeker als dat ketens zijn, dezelfde producten in focus liggen, is het ook wel... Je moet allemaal beleefd worden. Ja, ja. Dus daarom dat een planning zeer, zeer belangrijk is. Ja. Je sprak daarnet ook over fun shoppen. Hè? Je creëert sfeer natuurlijk, ook beleving in een winkel. Vandaag de dag gaan er meer en meer stemmen op om meer te gaan focussen op het gebeurt gewoon, op convenience, op gebruiksgemak. Hoe zie je die verhouding voor een visual merchandiser veranderen? Want mensen gaan veel korter winkelen. Ja, die beleving vind ik toch wel een hele belangrijke. En ik voel tegenwoordig ook wel de nood van de mensen van echt naar de winkel te gaan, hun klapken te doen. Over assortimentskennis, productkennis is toch wel belangrijk. Allee, zoals het online gebeuren, dat is allemaal tof en dat is allemaal gemakkelijk. Maar de nood is toch wel, die sfeer heb je niet van een winkel. Je kunt niet betasten, je kunt niet voelen. Dus dat... is dan eigenlijk het voordeel van een stenenwinkel eigenlijk. Ja, dat je dat allemaal, dat die ervaringen er wel zijn. En als je dan ook nog een keer goede verkopers hebt die in assortiment supergoed kunnen, die vriendelijk zijn, want dat is ook een hele belangrijke. Dat is mega belangrijk, absoluut. Ja, dat is soms... kan soms in smaak lopen. Als je echt goede verkopers hebt, dan komen de mensen met plezier terug. En je kunt natuurlijk ook nog altijd voor het gemak van de klant zeggen van, je kunt het online bestellen... in de winkel komen afhalen, want dat is eigenlijk het beste. Omdat je dan ook een meerverkoop creëert. Ah, ja. Want dan krijgen ze terug in hun winkel en zien ze weer andere dingen. Maar je kunt ook zeggen, ze kunnen het in de winkel passen en ook bestellen in de winkel en bij hun thuis laten afleveren. Ah, ja. Dus alles voor dat, voor het gemak. Ja. Maar er wordt toch nog graag gewinkeld door. Want dat is zo ook een beetje een dagje uit. Hè. Het gaat niet alleen... Want meestal hebben we niet veel, geen dingen nodig. Maar gewoon dat winkelen op zich, een keer een terrasje doen, een keer iets gaan eten, een paar winkeltjes. En zeker als dat dan hele vriendelijke mensen zijn, vriendelijke verkopers, dan
kom je daar ook, ga ik er gauw naar die winkel gaan, of daar zijn ze toch zo vriendelijk, of ze hebben daar altijd een keer iets nieuws te ontdekken. Ja. En ja, dingen ook organiseren, een shoppingavond speciaal voor je klant, een ontwerper uitnodigen, die komt vertellen. Ja, dat draait echt rond beleving allemaal. Hè? Ja, allemaal rond beleving, een keer iets kunnen, als dat een beenhouwer is, of alleen slagerij, of een delicatessenzaak, dat proevertjes zijn. Ja. Dat hebben we allemaal niet online natuurlijk. Nee, dat is puur sec. Ik heb iets nodig en ik koop het. Ja. Ten opzichte dat is gebruiksgemak. Dat is, maar ten tijde van een pandemie bijvoorbeeld, wanneer dat mensen bijvoorbeeld maar 30 minuten mogen gaan winkelen, heeft dat dan vervolgens ook een impact op die hotspots? Waar je vroeger de destination producten, om het zo te noemen, dus waar dat je heel bewust voor komt, die werden dieper in de winkel geplaatst, met als bedoeling om mensen inderdaad door die winkel te laten lopen. Verandert dat iets? Worden die dichter bij de inkom geplaatst? De klanten die nu kopen, dat zijn die binnenkomen in de winkel. Vroeger had de klanten die gewoon naar de winkel gingen, voor hun tijd te verdoen, voor er een beetje rond te lopen. Ja. En misschien kochten ze dan ook iets. Maar als ze nu naar de winkel gaan, dan zijn ze echt van plan van te kopen. Ja. Dus er hoeft niks te veranderen dan aan de opstelling? Nee, niet echt. Nee. Dat zijn echt de kopers. Hè, De diehards. Ja, die dat echt binnenkomt, die hebben echt iets nodig. Ja. En ik ondervind ook wel, vooral de meubelzaken doen het wel heel goed. Nu met die lockdown, na de eerste lockdown heb ik, van de meeste eigenlijk, zeg van, we hebben super verkocht. Ja. Dus alles, al de dingen daar rond het huis, de mensen zitten ook veel meer thuis natuurlijk. Ja. En dan zien ze van, en een bureaustoel is eigenlijk een vervanging toe. Ja. Of mijn keuken moet precies veranderen. En ze hebben dan niet kunnen op verlof gaan. Ja. En de centen zijn er wel. Ja. Ja, absoluut. En we willen toch wel dan iets doen aan ons huis. Ja, logisch. Wat me nog niet helemaal logisch is, is wat dat het verschil eigenlijk is tussen visual merchandising en retail styling. God, dat is eigenlijk hetzelfde. Is dat identiek hetzelfde? Dat zijn synoniemen van elkaar. Wel, visual merchandising, dat was eigenlijk het woord dat men vroeger gebruikte. En retail styling is eigenlijk een iets nieuwere naam. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is maar de inhoud is hetzelfde eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay, dan moeten we daar niet verder over praten. Ja. Hoe zie jij zelf de evolutie verder gaan, Michel, nu die digitalisering erbij komt? Hoe kan het digitale ook op de fysieke winkelvloer gekoppeld worden of toegevoegd worden? Ja, soms heb je... In de kleinere winkels is dat iets minder, ondervind ik. Want meestal is dat toch wel... dat zijn allemaal dure snufjes eigenlijk. Maar in de grotere winkels, in de grotere ketens, gaan we dan met QR-codes bijvoorbeeld werken. Dat de klanten kunnen scannen, dat ze direct kunnen zien. Is het product in stok? Een beetje uitleg over het product. Technische kennis en zo. Ja. Oké. Okay. En kan een kiosk bijvoorbeeld, of een touchscreen, kan dat voor extra sfeer zorgen? Of denk je eerder dat in grote, teweeg brengt? Ga mensen hebben die dat direct gaan gebruiken. En in grote winkels kan dat wel interessant zijn, maar in een kleinere winkel, dat eigenlijk niet zo groot is qua vierkante meters, alleen 70 vierkante meter, noem nu maar, dan staat het direct in contact eigenlijk met de verkoper. En wat dan nogal dikwijls, de mensen zijn eigenlijk van nature vrij gemakzuchtig, of lui als ik dat zo mag zeggen. En ze gaat liever vragen dan dat ze zelf dingen moeten opzoeken. Oké, okay, dus de rol maar natuurlijk, van, de mannen misschien, die gaan al rapper een keer... dat is zo'n beetje entertainment. Of de kinderen die gaan daar ook al rapper een keer gaan op zitten. Of soms als ze te lang moeten wachten, kan het ook interessant zijn. Ja, dat het een beetje, het hangt een beetje af van het soort product. Van het soort product dat je hebt eigenlijk. Ja. Je hebt ook van die grote iPads. Dat je dan van alles kunt opzoeken, dat je kunt op Instagram en zo gaan. Natuurlijk, het is altijd een beetje een investering. Hè. Ja. En voor die grotere winkels is dat geen probleem. Maar de kleinere winkels, dan... iets kan beperken. Die hebben die financiële ruimte van. Ja. Maar wat dat je net zegt... Ik heb dat liever dat ze investeren in een visual merchandiser. Ja, ongetwijfeld. Oké, ik denk dat ik helemaal door mijn vragen ben. Misschien de allerlaatste nog, Michel. Misschien de moeilijkste van allemaal. Heb je één gouden tip op vlak van visual merchandising, waar dat je van zegt van, als je één ding zou moeten doen, dan zou het dat toch wel zijn? Wat ik heel belangrijk vind, is een planning maken, een retroplanning voor een gans jaar. Dat je eigenlijk al je activiteiten opzet, al je thema's, wanneer dat je gaat veranderen in je winkel,
En dat je dan eigenlijk terugtelt, terugtelt van wanneer moet ik er eigenlijk aan beginnen. Misschien dat je stok hebt, je sociale media moeten erop staan. Want als je het niet in een planning zet, dan gebeurt het ook niet. Nee, inderdaad. En het is niet zo dat je dan older the bolder presentaties kunt gaan maken. Nee, je stok moet er zijn. Soms heb je extra decoratie nodig. Je moet dat aankopen, je moet dat gaan zoeken. Ja. Sommige dingen moet je extra bestellen. Of drukwerk, of als je bijvoorbeeld een shoppingavond wilt doen s'avonds, of een modeshow, ik zeg nu zomaar iets. Je moet dat wel organiseren. Mm-hmm. Dus, en dan moet je terugtellen van ja, hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig. Dat snap ik. Uitnodigingen sturen. Ja. Dus dat is wel belangrijk, die planning, ja. Retro-planning. En het zijn veel winkeliers die dat... Het is best dat je dat echt maakt voor een gans jaar. Ja. Je kunt er altijd, kunnen altijd onverwachte dingen, dat je of kunt fine-tunen. Hè. Maar je basis moet er toch al zijn. Bijvoorbeeld dat je zegt van... Die een dag en die maand heb ik een visual merchandiser of een etalagiste nodig. Als je die een dag ervoor een belt van kunnen morgen komen, ja, dat werkt ja, zo niet. Dan, dus je moet de dingen wel in een winkel goed kunnen plannen. Ja. Als je wilt dat allemaal goed verloopt. En ook voor het in de winkel ook vlot te laten verlopen. Want ik zie dikwijls bij winkeliers, je komt dan binnen, die in een winkel is precies een bom ontploft. Er zijn dan producten binnengekomen. Je weet wanneer dat er producten binnenkomen. Organiseer dat dan ook op een goede manier. Of als je weet van, er gaan plaatsen in de winkel verbouwd worden of er komt nieuwe collectie. Plant dat allemaal goed in. Dat niet op het moment zelf alleen een bom is dat ontploft. Want het zijn altijd mensen die de eerste keer in je winkel komen. Ja, ja, absoluut. En de eerste indruk is superbelangrijk. Die telt, hè? En dan, ja, dan zet je direct weg. Ja, dat dat zo één rommel is. Ja. Of hang toch tenminste communicatie naar de klant toe. Excuses voor het ongemak. Hey, we maken de winkel nog mooier voor jou. Dat doet toch ook al veel, dat de mensen weten van oei, het is juist maar vandaag of ze zijn aan het verbouwen. Ja, dan, snappen ze dat en begrijpen ze dat wel. Absoluut. Maar, want je hebt winkels alle keren waar je er binnenkomt, dat daar echt altijd een bom ontploft is. Ja, dan is denk je van oké, okay, ja. En dat je dan niet, ja, je verliest verkoop wel. Hè. Ja. Zo. En dat is niet de bedoeling, want en het dat is net niet de bedoeling om de omzet te gaan verhogen. Ja, absoluut. Michel, van harte dank voor al deze zeer waardevolle inzichten. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik denk onze kijkers en luisteraars thuis ook. Zo, deze Marketonk zit er weer op. Ik hoop dat je het interessant vond. Als dat het geval is, like hem dan zeker. Of meer nog, abonneer je op ons kanaal. En dan komt er nog veel meer jouw richting uit van leads, klanten en ambassadeurs voor jouw winkel, showroom of toonzaal. Ciao!